Van de schrijver van De Reinaard weten we alleen dat hij Willem heette en dat hij ook een ander werk schreef, Madoc. Reinaard is een satirisch verhaal waarin de geestelijkheid de kakker wordt gezet en ook de adel. Het heeft invloed uitgeoefend op de buitenlandse literatuur en niet de minste. Shakespeare, Goethe lieten zich onder andere door dit verhaal beïnvloeden. Reinaard de Vos. Heer, misschien is het u bekend dat in Oost-Vlaanderen een uitgestrekt bos ligt, van name Hulsterlo. Het woud staat maar in een kwade reuk. Niemand wacht er zich diep in en daarom verkoos ik het boven alle plaatsen om er mijn goud te verbergen. Naar de zuidwestkant bij het bos is een bron, van oudsher de Kriekenput genoemd door hen die ze kennen. Het getal is echter klein, want de bron ligt te midden in een wildernis. Men ziet er slechts nu en dan een uil, een raaf of een schavuit der mensen die het daglicht schuwen moet. Af en toe ook eens een verdwaalde vogel, maar gewoonlijk is het oord geheel verlaten.